Goedemiddag vanuit Anif, een dorpje vlakbij Salzburg. Waar Feyenoord het trainingskamp dat het deze week in Saalfelden heeft gehad, gaat afsluiten. Met een oefenwedstrijd tegen de kampioen van Oostenrijk van het vorige seizoen, Red Bull Salzburg. Hier zie je de opstelling van Feyenoord. Nou, dat is toch al een heel ander verhaal dan dat vorige week het geval was. Met alle internationals die weer terug zijn. Dat gloednieuwe tenue van Feyenoord, meteen voor het eerst gedragen, vanmorgen gepresenteerd. En laat dit een tenue zijn dat Feyenoord veel gaat brengen de keren dat ze het aan hebben in dit seizoen. Het is het derde tenue voor de duidelijkheid. En er gaat dus nog een uitshirt gepresenteerd worden later in deze voorbereiding. Dat shirt zullen we misschien nog vaker zien. Terwijl Salzburg hier toch er doorheen kan komen en ook kan scoren. Ja, dit mag niet gebeuren. Dit gaat toch te gemakkelijk. Hoe Kameri, die daar al afgestopt leek te worden, er dan toch nog doorheen. En in de verre hoek laag Justin Bijlo passeert. Precies op dat moment is ook Feyenoord weer helemaal bij de les. Feyenoord begint steeds vaker uit te komen. Balletje van Huis is dit. Danilo. Dit moet een doelpunt zijn eigenlijk voor Feyenoord. Bal geblokt door Alireza. Jaanbaks geschoten. Pavlovic. De Serviër die zich nog tevoren werpt. Voorzet kan door Jornska misschien gegeven worden. Over aan Wolemark. Mooi gespeeld dit. Oh! Die telde nog bijna. En Frederik Huisler zelf waarschijnlijk ook. Hendricks, Toornstra goed aan de bal gekomen. Ja, Max, jawel, 1-1. Ja, Feyenoord wordt ook sterker en sterker in deze wedstrijd. Kreeg al een paar serieuze kansen. Hij kreeg al een grote kans. En nu is het wel raak. De loopactie is goed van Jaanbaks. Het terugleggen is goed van Toornstra. Het mooie is, ze doen het allebei met hun chocoladebeen. Arne Slot wisselt aan het begin van deze tweede helft, halverwege dus, zijn complete elftal. Grote kans nu na het inleveren opeens van die keeper. En die grote kans levert ook een goal op. Motabuni, zijn eerste in het shirt van Feyenoord. Ja, en ook die jonkies van Slot, die hebben dat hoog druk zetten. Dat hebben ze aardig onder controle. Om te verleiden tot het balverlies. Het inleveren bij Dermane Karim. Het golft nu op en neer. Oei, 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 oei. Hopelijk valt het mee voor mij klein. Komt daar hard in contact met Tijani. Dit is de enkel of het scheenbeen van Samson Tijani. We wensen hem een voorspoedig herstel toe. Want deze beelden spreken boekdelen. En dus die voorsprong voor Feyenoord dat 1-0 achterkwam al vroeg in deze oefenwedstrijd. Nog voor is de 1-1 door Jaanbaks. Hier ligt Mats Wiever geblesseerd op de grond, waardoor het spel opnieuw stil ligt. Hier zien we het moment wat er gebeurde met Wiever. Die lijkt zich daar te verstappen. Maar het is een trieste aftocht in deze voorbereiding voor Mats Wiever. Ondanks die blessures en het spel wat veel stil heeft gelegen, fluit de scheidsrechter meteen af na 90 minuten. En dat zorgt ervoor dat Feyenoord een week na die nederlaag tegen Kopenhagen dit trainingskamp in Oostenrijk van de afgelopen week op een mooie manier afsluit. Met de kanttekening dat we hopen dat het goed is met Mats Wiever natuurlijk. Want heel blijven is altijd het belangrijkste bij zo'n week. Maar toch, deze oefenwedstrijd. Daarin buigt Feyenoord een 1-0 achterstand om naar een 2-1 overwinning. De goals van Jaanbaks en Tabuni. En zo kan Feyenoord met een prima gevoel het vliegtuig in straks terug richting Rotterdam, richting Nederland.